Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. De tweede Ramadan vlog alweer. Jullie hebben natuurlijk die van Noah Lam gezien. Als je hem nog niet gezien hebt, klik er nu op. Voordat we verder gaan, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Normaal gesproken zien jullie hier met mijn broertje, met Bilal. Die is er helaas niet, zoals de meeste van jullie al weten. Zit hij in een instelling en wij kunnen elkaar niet zien door de coronavirus. En ik hoop dat dit allemaal zo snel voorbij gaat, want we missen elkaar enorm. Ik heb voor jullie gezorgd dat hij zijn eigen camera heeft. Dus hij vlogt en jullie kunnen gewoon met ons meekijken. Maar vandaag, degene die met ons meegaat, die vandaag weer voor een topvideo gaat zorgen, is niemand minder dan Bilal. We hebben gewoon twee Bilals, hè? Ja, jullie kennen hem wel van Mokro Mafia, noem maar op. Dus kijk hier even mee wie Bilal is. En wie zijn de gebruikers? Niet de Mokro's, hoor. Het is de witte, welgestelde medemens. Die creëert heel het drugsprobleem. En wij geven alleen maar wat jullie om vragen. Hoe gaan mensen jou ooit serieus nemen in deze babykleren, Sabi, man? Waar heb je deze bril? Zou deze niet in een nieuwe videoclip van Hef? Heb je die videoclip van Hef gezien? Ik wil vliegen. Vliegen met mijn daddy's in een private jet. Vliegen. Vliegen met mijn daddy's en ik ga niet. Dus mensen, het belooft weer een toffe video te worden. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen. Zoals Bilal altijd zegt, wij zijn echte mannen. Wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Bilal, laat maar even zien wat je kan. Alleen maar liefde. Oi oi, assalamu alaikum, mijn neef House. Ik ben er hoor. Ik ben net wakker. Het is Ramadan dag 10, denk ik. Ja man, ik ben kapot. Met deze coronatijd, ik heb niet veel te doen man. Dus ik sta gewoon heel laat op. En ik ga ook heel laat naar bed. Dus ik ga pas rond een uur of half vijf uurtjes. Ik ga mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Bilal El-Mehdi Wahib. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben acteur. Ik ben Marokkaans. En Brian had mij gevraagd om een dagje te filmen met wat doe ik allemaal tijdens deze corona. Ik zei hem gelijk af van, ik doe niet heel veel man, brother. Hij zei tegen mij, maakt niet uit, alles is goed. Film gewoon. En dan komt het goed. Dus ik ga lekker filmen vandaag. Komen we mee. Brian komt ook zo meteen. Gaan we lekker boodschappen doen. Hij gaat mij vragen stellen. Voor de mensen, dit is mijn huis. Het is echt helemaal niet opgeruimd. Niks. Let's go. Look at the risk. Eerlijk, die was goed, Brahim. Hij gaat kwijt, hè? Jawel, jawel, jawel. Goedemorgen allemaal. We zijn alweer wakker. Ik ga niet vertellen hoe laat. Maar aan mijn ogen kan je gewoon zien dat ik er even van heb genomen. Want het is vandaag zaterdag. Ik heb een zoontje van 8 jaar, Ryan. Hij stinkt een beetje. Ah, zotgeit. Maar deze man is voor de tweede dag, gaat hij gewoon mee vasten. 8 jaar. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Alles goed, jongen? Ja. Hé, wat ga je meedoen? Ja. Je hebt niks gegeten? Nee. Niks gedronken? Nope. Helemaal niks? Nee. Dat weet jij zeker? Ja, dat weet ik zeker. Oké. Okay. Sophia, heeft hij wat gegeten? Nee. Stiekem? Nee. Stiekem? Nee. Helemaal niet? Nee. En jij? Ik wel. Heb jij gegeten? Ja, een banaantje. Hè? Wat zeg je? Een banaantje. Een konijntje? Een banaantje. Een konijntje? Een banaantje. Oh. En wat ga je nu eten? Een broodje gezond. Een broodje gezond. Oh, en wat zit er allemaal in? Sla, kaas en ook nog... Maar we moeten wel natuurlijk testen. Dat ziet er lekker uit. Nee, Sophia. Maar is toch lullig? Je broer die mag niet eten. Nee. Hè? Is toch lullig? Kwartiertje later. Nog steeds op dezelfde plek. Dit is echt mijn Ramadan vibe, je weet. Voor de sommige mensen die nu vragen van waarom heb je eigenlijk roze haren? Je weet toch, ik heb een weddenschap verloren.
Misschien weet jullie dat wel, je weet toch. Ik vind het er eigenlijk nog wel hard uitzien ook. Maar laat me sowieso beneden weten van kaal gaan of niet kaal gaan. Laat het precies zo of haal het weg, je weet toch. Brian is hier met 2 uurtjes denk ik. Dus ik ga nog even lekker chillen. Film bekijken of zo. En dan douchen. Ik heb helemaal geen zin om te douchen. Nou ja, zien jullie straks. Latest to the alligators. Kunnen ze mij zien? Oh, hi. Ja? Ja, maar mensen. Hier zijn we weer. Als het beter wordt en dan moet Karel er al op is, Hallo, je moet mij filmen. Hallo, gaat het goed? Ja. Wat ben je aan het doen? Vloggen. Ben je aan het vloggen? Wat heb je gegeten net dan? Rijst met kip. Oh, dat is lekker. Als Karel er al op is. Dan doen we de Brian gewoon ophalen met de studio. Of niet dan, Brian? Ja. Ja, minuut de corona. Brian Vlogs. Ja, dan staan we in één keer zo midden op de straat allemaal. We gaan een lekker een stukje viesje. Ryan, ben je er klaar voor? Yes. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة يس هيرليك مان even lekker kinderen zijn eventjes weg. Ontspannen. En mijn broertje en ik, van broertjes en ik, moet ik zeggen, hebben dit voor onze moeder gekocht, omdat die andere kapot is gegaan. En hier maakt ze van die lekkere broodjes mee. Oh, man, 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 man. Als je die proeft gewoon, die zijn gewoon dodelijk. Dus ja, mocht je je moeder blij willen maken, dan ja, dan is dit wel een dodelijke dingetje, zeg ik je wel eerlijk. Yo, ja toch. Lekker opgefrist. Brein is zo bij mij. Gaan we even boodschappen doen, man, dus... Let's go. Zie jullie ook dat ik steeds naar boven kijk? Want daar zie ik mezelf. Maar kijk, nu kijk ik naar jullie, toch? Ja, ik heb lang niet gevlogd, man. Onderweg naar Brahim. Ik weet niet of jullie mij goed zien. Ik ga jullie wat vertellen. Ik heb eergisteren gesport. Jongen, 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 jongen. Alle spierpijn. Brahim wacht opnieuw, maar bij mij, op mij. Deze mensen kijken, zie ik. Daarom vlog ik ook niet, man. Mensen kijken maar raar aan. Is het top. Zie je en wat in mijn oog gewoon? Ik kreeg vliegen in mijn oog. Kom dan, je moer. Deze was gevaarlijk, man. Vloog gewoon mijn oog in. Maar ja, Brian wacht op ons, op mij. Gaan we even lekker boodschappen doen. En waar was ik nou gebleven dat mensen me helemaal raar aankeken? Juist. Daarom was ik gestopt met vloggen, dat is het ding. En sorry voor de mensen die willen dat ik zo film. Maar ik heb zo hard gesport dat ik dat niet eens langer dan 20 seconden kan. Maar we gaan het zien, man. We gaan lekker kofta halen. We gaan lekker eventjes een paar lekkere drankjes halen. Vroeger de whisk. Je weet het. Mensen denken hier is geen corona. Kijk, veel mensen op de street. Is het niet gek dat al die mensen kijken zo de hele tijd? Ja, man. Maar daar ben ik nu helemaal vanaf. Zeg. Net was ik keken mensen. Ik dacht, shit. En wat mensen hier, Bilal hier zo. Ja, ja. Wat gaan we doen, Bilal? We gaan eventjes een beetje kofta halen. Oké. Okay. En misschien een beetje fruit, man. Oké, okay, waar moeten we op letten bij kifta? Bij kifta moet je letten op. Waar moet je op letten? Waar moet je op letten? Ja, als je kifta haalt. Wie goed is. Ja, maar hoe doe je dat dan? Ik weet niet, stel maar. Echt? Wel, vertel. Dus jij gaat gewoon en zegt, doe mij maar die half kilo kifta of zo. Ja. Wat jij dan? Broer. Jij dan? Nee, je zegt snij vlees. Ja. En dan zeg je, doe een beetje vet erbij. En dan gaat hij hem zelf... En dan gaat hij hem zelf maken. Het moet live gebeuren. Ah, wakker. Ja toch? Let's go. Nou, we gaan. Jij moet niet praten, maar hij weet dat niet van mij. Oké, okay. Let's go. Oké, okay, jongens, ga jullie wat uitleggen, ja? Als je Ramadan doet, moet je de goede vitamintjes. Goed, man, welke vitamintjes zijn goed? Ja, ik zeg je eerlijk, doe je ook maar aan smoothies of niet? Ja, maar ik heb al genoeg appels, heb ik. Ik heb meloen ofzo. Yes. Voor die kleur, voor die, je weet toch, dat je weet dat je een soort van gezond aan het doen bent. Oké, okay. Avocado. Avocado, hè? Als je avocado doet, is met melk. Toch? Melk? Dat weet ik niet, broer. Beetje slagroomijs moet je erin doen. Doe hem, man. Doe hem, je gaat. Laat ik wel echt lekker trekken. Oké.
Avocado, ja. Maar je voelt nu, zeg maar, wat voel je nu dan? Ik zag je voelen aan die avocado. Oh. Wat was dat? Kom, poe. Als je een beetje erin kan knijpen... Dan is die goed. Dat betekent hij is rijp. Oké. Banaan heb je? Banaan, Andy. De leh. Andy. Deze. Hoe zeg je dit in het Marokkaans? Travis? Ik smet het wel. Lenneb. Hoe? Lenneb. Ja, toch, die ook. Ze zijn terugkomen naar een andere slager. Want ze hebben, nu heb ik zomaar gehakt daar gehaald, bro. Hij zit tegen mij gehakt, moet je gewoon vragen om te persen. Die man wilde het niet doen, maar ik wilde geen schande. Ik zeg, weet je wat, doe me alsnog een beetje. Hey, hier heb ik wel echt trek in, man. Begin je ook altijd met dadels of niet? Maar ik heb meestal die dikke dadels, man. Wat voor deze? Ja, yes, deze vind ik lekker. Echt? Man. Ja, man. Het is alleen voor bruiloft doen ze van die dingen, die walnoten erin en zo. En ze zijn duur, hè? En ze... Die andere, je hebt Algerijns of Tunesië, die zijn dodelijk, vind ik. Je hebt ook die zwarte, die vind ik helemaal niet. Nee, die vind ik niet. Maar die komen uit Mekka eigenlijk. Ja, weet ik. Maar ik vind ze ook... Hoef je nog niet zo te kijken. Nee, maar bro, ik heb die paar keer geproefd. Je weet toch? Nee, ik vind die ook niks. Brian Vlogs. Hey Bilo, wat ga je doen dan? Nou? Scooter rijden. Ga je scooter rijden? Goed, is op de kantje, hè? Yep. Ja. Zit je goed? Ja. Hou je me goed vast? Ja. Goed zo. Daar gaan we. Nou? Wie mis je dan heel erg? Wie dan? Felicia. En nog meer dan? Ga zeggen. En? Voor mij mis je binnen ook wel een beetje. Ja. Dominique, hè? Nou, die net niet. Hey, Brahim! Kom hier ophalen. Hoe erg missen een Brahim Rijens of Visa? En met wie wil je laten trouwen? Khadija. Wil je daarmee trouwen? Ja. En niet meer bij mij? Ik vind het wel jammer dat hij er niet bij is. Volgende keer is hij erbij. Ja, inshallah. Moeten we echt doen, hè? Ja, man. Dat is ja, man. Leuk, man. Inshallah. Is dit een beetje een rijke buurt zo, Jordaan? Gast. Alleen met Jaguars. Nee, alleen met Jaguars, ja. Nee. Mijn vrienden waren wel rijk, man, vroeger. Ik zeg je eerlijk. Tenminste, niet rijk. Gewoon zat het doekoe. Meer doekoe dan ik. Voor ons was dat rijk. Ja, voor ons was dat rijk. Maar je ging meer met Nederlandse gasten om dan mokro's? Kijk, als je op school zit met alleen maar tata's in de klas. Ik had ook een Surinaamse meisje bij mij in de klas en een Duitse jongen en zo. Dus een beetje. Maar bij mij in de buurt kwam ik niet zoveel, maar ik kende ze wel allemaal. En ja. Zaterdag en zondag was ik gewoon weer met hun. Je weet toch, maar door de week, ja, dan zou ik wel met meer Nederlanders om gaan. Ja. Want ik weet niet waar ik zou zijn als ik, hoe noem je dat? Als ik alleen maar met hun zou chillen, ja. In de buurt en of was ik hier. Dus ik denk, ik ben gewoon blij met de kansen die ik heb gekregen, man. Ja, terwijl ik nu gewoon hier zit te praten, heb ik volgens mij het idee dat ik nu net een boete heb gekregen. Waarom? Oh, door hem? Heb je die dingen niet aangedaan? Nee, man. Herengracht, toch? Nee, man, Herengracht. 7,50. Moet je kijken, per uur. 7,50, broer. Ja, gast. Dat betekent al voor echt, gozer. Ik ben met Ferdinand opgegroeid, hè. Je weet het. Ja, bro, 7,50 is geen grapje, hoor. Laatst ging ik ook mijn auto even voor de deur. Ik doe even op Park Mobile. Ik zet hem voor 10 minuten, broer. Was €2,77. 100 minuten, reken uit. Hé, dat was even rekenen, hè, voor jullie, hè. Ja. Oké, we pakken de vraag erbij. Ja. Hij wil nu snel werken, hij wil snel lussen. Dat... Hij wil snel die vragen doen. Oh, hij kan wel gaan naar Osso. Ik had hem zo niet gedacht. Okay. Hoe ben je begonnen met acteren? Ik noem de namen niet bij, maar ik heb... Zo...
heb aardig wat gepakt, maar niet alles natuurlijk, dus sorry daarvoor. Ja, we begonnen met acteren, een beetje in de buurt, verhalen vertellen de hele dag, druk zijn, de hele dag. En toen op een gegeven moment kwamen jongens naar me toe van, hey, moet je niet gewoon gaan acteren voor tv of iets leuks doen? Maar hoe, zeg maar, was het gewoon op plein met hier en dan begon je gewoon met ja, praat? Man, ja, man, maar sowieso, alle docenten zeiden al langer tegen mijn moeder van, hey, dit, ik weet niet wat die gaat doen. Wat hij gaat zijn, je weet toch, maar hij wordt sowieso geen vuilnisman, hij gaat sowieso iets doen in de media. Dus of presenteren, of acteren, of zingen, of... Het is altijd dat tegen mijn moeder gezegd. En toen op een gegeven moment hadden we zo'n figurantensite gevonden. Toen was ik een paar keer gegaan, man. Kwam ik daar voor 20 euro of zo, voor de hele dag. 20 euro was Charles van mij, dat zeg ik eerlijk, man. Veel bij Spangas en zo. En toen op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste rolletjes. Die mensen, ik leerde weer mensen kennen. Die mensen zeiden tegen mij, ja, je moet je inschrijven bij castingbureaus. En ik had een computer, je weet toch, die hoort tak, 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 ja, ja. Die computer had ik. Typemachine. Je typemachine bijna gewoon. Ja, maar dat was gewoon zo'n hele oude, hoe noem je dat nou? Ik weet wat je doet. Ja, maar gewoon met echt een grote computer. En well, ja, dat had ik gedaan, foto's geüpload. En op een gegeven moment werd ik gevraagd voor audities. Heel veel audities niet gehaald. En toen op een gegeven moment, Charles. Ja, heel veel verzept, dus heel veel de Spangas, Brugklas, Verbocht Verhalen, de vloer op junior, dat soort dingetjes. En wat voor rollen waren dat een beetje? Altijd een mokro. Altijd? Altijd, maar wel altijd wel. Bij de ene speelde ik een dief, bij de andere speelde ik weer een beetje rijk. Je weet toch, het was nooit echt typecast. Dus niet zeg maar stereotype? Nee, soms ook, soms wel. Maar dat is wel, ja, het is wel gebeurd. En nu nog steeds hoor, ik zeg je eerlijk. Nederlandse film is altijd mdowig, ja, laten we het zo zeggen. Ja. Maar ja, je wilt wel je beste kant van je laten zien, toch? Dus ik vind typecasting, promo, ga jij nu eventjes David stelen en kom terug en wordt opgepakt. Wat zou je doen als je geen acteur was? Zou ik zingen, man, maar ja, dat doe ik nu ook. Dus wat moet je... Jij bent begonnen met zingen, hè? Ja, man. En dat gaat... De Marokkaanse Trace. Ik heb eigenlijk een beetje slim gedaan, want ik wist dat het eigenlijk zou gebeuren. Dus ik dacht, weet je wat, met acteren ga ik gewoon mijn volgers opbouwen. En dan wanneer ik gewoon muziek ga maken, dan gaan die mensen sowieso naar mijn muziek luisteren. Ja, snap je? Ja, dus dat was een beetje, ja. Brian Vlogs. Ryan. Ja? Wat is er gebeurd? Ik heb net gegeten. Ja, wow. Maar ik heb wel mijn best gedaan. Maar waar is het fout gegaan dan? Ja, ik had gewoon heel erg honger. Het begon allemaal bij de speeltuin van mijn oma. En toen gingen we wegrijden en toen kwamen we bij mijn tante's huis. En toen kon ik het niet meer echt volhouden. Maar ik ben wel echt trots op jou. Je bent 8 jaar. Je hebt het lang volgehouden. En ik heb ook al een keer een dag helemaal gevast. En je hebt al een dag gevast. Mag ik knuffelen? Ja. Ik hou van jou. Ik ook. Nou, toch wel een beest dat hij dit volgt, of niet? Ja. Hè? Ja, daar zijn we dan. Ik ben met... Zeg maar, stel jezelf maar even voor. Izzy van de Vlogs op jullie scherm. Izzy van de Vlogs. Ik ben ook met cameraman daarachter. Je weet toch, Izzy is iets te breed. Jee, toch? Ga zo onze vaste verbreken. Bilal, ik hou van je. Brian, we zijn er. Vloekende. Risks. Kijk deze dingen, man. Het gaat wel echt super kwijt, man. Het gaat super kwijt, bro's. We gaan onze iftar zo verbreken, bro. Met de gekke pasta. Deze gekke dinges ook. Red's Kitchen. Amsterdam. Smijl. Hey bro, ik ben ook aan het filmen, broer. Hey, luister dan. Ik ga jou nu even vragen stellen, bro. Ja. Heb je honger? Ik heb echt veel honger. Je hebt honger? Ja. Oké, luister, ik ga je wat vragen, ja? Ja, vraag. Als je één ding aan je gezicht mocht veranderen, wat zou je dan veranderen? Mijn nas. Oeh, scherp. Ik bedoel er niet eens zo, sorry. Ik wil er niet eens zo doen, hoor. Wat dan? Ik wilde gewoon dat vragen. Als jij één ding aan je gezicht wilde veranderen, wat wil je veranderen? Niks, man. Niks? Als jij één ding aan je gezicht wil veranderen, wat wil je veranderen? Helemaal niks, man, bro. Ze liggen allemaal. Ze liggen allemaal. Kijk hier, hij heeft voor de eerste keer gevast. Hoe voelde het? Ik heb dorst, man, bro. Je hebt dorst. Geen stress, we hebben genoeg drinken daar. Alles is paraat en nevau. Ga eten, vlees door die alligators. Wat zeg je altijd wanneer je zo doet? Zie je bij de volgende scène of zo? Ja, rustig aan, man. Kijk, je bent niet eens scherp, man. Ik ben echt amateur, man. Maar ja, maakt niet uit. Later. Wat ben je aan het doen? Eten maken. Wat is dat dan? Dat is gehakt. Rauwe gehakt.
Ik wel. Het is wel hallo. Waar staan de borden? Het is zover. Helaas, Ryan. Helaas. Nou, mensen. Bestaaf toch kom. Jalla. Love. Hoe zijn jouw voetbalskills nou? Die hebben we net meegemaakt. Ja. Die bakte niks van. Kaka, man. Het is kaka, man. Ja. Wat kun je over je ouders vertellen? Hoe ben je opgegroeid? Want waar komen ze vandaan uit Marokko eigenlijk? Mijn moeder komt uit Meknes, mijn vader komt uit Casablanca. En ik had een hele strenge vader, wat mildere moeder. Echt ging het bij ons wel hoe het bij mijn andere vrienden ging in de buurt. Streng, maar toch wel lief. Je moeder was dan wat liever. Mocht je dan meer dingen? Ja, het heeft misschien eens met dat mijn moeder kon gewoon goed Nederlands praten. Snap? Ik heb nooit echt goede gesprekken met mijn vader gehad. Omdat mijn vader spreekt vloeiend Marokkaans. Hij kan gewoon bijna geen Nederlands, snap je? Dus en mijn Marokkaans is wel goed, maar is niet perfect. Ik kan het misschien 60% spreken of zelfs, misschien zelfs 50%, je weet toch? Maar als we echt over... Zodra je inhoudelijk moet, dan wordt het al een ingewikkeld. Juist, snap je? Dus als je, juist. Het was gewoon, als je iets goeds doet, dan krijg je een blij gezicht. En als je het fout doet, dan is het gewoon para. Mijn moeder kon zich echt uitleggen van, daarom moet je dit niet doen. En dit moet je, dan kon ik daarop verstaan en alles, je weet toch? Dus het was wel, ja, ik ben meer mama's kindje. Mijn vader en moeder zijn ook gescheiden. Toen ik 11 was, of 10. Echt eigenlijk toen het acteren een beetje begon bij? Ja, man. Ja. 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 Oh, ziek? Ja, wel lijp. Maar ja, dat is hoe noem je dat? Was ook wel weer goed, man, eigenlijk. Een soort van uitlaatklep of zo? Uitlaatklep, dat ook. En het was ook gewoon tijd dat ze uit elkaar gingen, man. Zeg je eerlijk, ik ga niet te veel op in, maar het was ook gewoon... Soms heb je gewoon van... Dan denken kinderen van, waarom gaan jullie uit elkaar? Je weet toch, bij mijn kinderen bij mij in de klas bijvoorbeeld, dan gingen ze echt huilen wanneer die moeder is gescheiden. Bij mij was het gewoon van, ja man, het moest wel... Beter. Ja, het is beter, man. Moest je van je vader naar Arabische les vroeger bijvoorbeeld? Ja. Ja man, streng man. Maar ik zeg je heel eerlijk, mijn zus en ik zijn wel gek, je weet toch? Zijn jullie met z'n tweeën? Ja man, mijn zus en ik moesten daar altijd naartoe. En als we daar altijd waren, was gewoon ruïna man bro. Maar met iedereen van de buurt man bro. Ik zeg je eerlijk, we kregen altijd ook klappen en op een gegeven moment werd ik boos. Ging ik gewoon weglopen daar, ging ik wegrennen. Ja man, dat was wel lijp man. En kan je nog wat sores een beetje uit je hoofd? Of is dat allemaal weg? Ja, ik ken er nog een paar man. Ga je me nu testen? Nee, broer. Je mag testen, broer. Nee. Ik heb me gelijk in mijn hoofd gezet. Recording. Zeker wel Asser. Ja. Maar is er wel een moment geweest dat jij in je leven bidde? Ja, ik had ook een goede vriend, Yassin. Die nam me altijd mee. Die zei van, bro, kom naar de moskee. Dat is zo voor pap. Die hebben we ook veel gedaan. Die moskee bij ons is altijd druk. Je weet toch? Dus je had altijd voeten in je mond. Als je gewoon zo ging. Je weet toch? Dus op een gegeven moment dachten wij van, weet je wat? We gaan naar een andere moskee. Die is groter. Dat is Ramadan. Ik kan me nog goed herinneren. Ramadan. Toen gingen we naar de Turkse moskee. We hebben nog nooit Turken horen bidden, toch? Nee. Dus het was gewoon, dat is net als ons. Ja. Alleen iets sneller. Bro, niet iets sneller, broer. Ik moet er geen grap over maken, maar bro, hij, die jongen van mij, Mattie van mij, was zo'n dikke jongen. Je weet toch, vroeger was hij echt dik. Dat is dus zo, ik zie hem zo. En dan krijg ik gewoon een lachkick in die moskee. Dus die man naast ons, hij zegt, ga zitten en doe opnieuw. Ga gewoon weer op. Dus wij zitten zo. Ze deden helemaal zo. Je had hem te pakken gewoon. Ik had hem gewoon te pakken, dus op een gegeven moment dachten we gaan weer opstaan. Oké, we gaan weer opstaan. En we gingen weer helemaal nokken. Op een gegeven moment dachten we, bro, we moeten hier gewoon loesoe gaan, maar dat kan niet, man. Toen was hij klaar. Dat was de lijf. Dat dacht ik in de moskee, man. Ja, man. Maar ik heb veel gebeden, maar niet vast, man. Ik zeg je eerlijk, man. Wat ik wel wil gaan oppakken, man. Inshallah. Je bent ergens, ben je gewoon wel mee bezig. Ja, sowieso. Maar ik ben sowieso mee, kijk, ik... Want een van die vragen is ook van... Hoe lastig vind je het, zeg maar, geloof, acteren? Dat is ook eigenlijk hetzelfde met muziek en zo. Nou, ik hoef zeker niet heilig te spelen of wat dan ook. Dus ik doe ook zeker niet alles perfect. Dus ik vond het een interessante vraag. Ik heb hem ook gekozen. Ik weet ook dat het eigenlijk geen leuke vraag is. Het is ook een vraag. Het dwingt mij ook zelf om na te denken. Want we hebben op een gegeven moment gewoon een voorbeeldfunctie. En wij, weet je, ik ben ook gewoon benieuwd hoe anderen daarnaar kijken. De andere vraag was van, wat vind jij van Bilal? Want dit gaat hij ook zien natuurlijk. Ja. Bilal, ik hou van je. Je weet het, bro. Je weet het. We zijn naamgenootjes. We zijn bradas en nevo. Vloeken der wisk. Sowieso. Je weet het. Ja, hij moet gewoon eventjes uitzitten, net zoals ons allemaal.
En dan komt het wel goed, inshallah. En dan gaan we snel video's maken. Ik heb je gezegd, man, bro. Bark, ook gewoon echt respect naar jou, man. Dankjewel, man. Je moet hem wel bezighouden, toch? Dus hey, broer, je moet iets voor ze creatief zijn. Snap je? Toch? Je hebt gelijk, man. Zeg, man. Ik vond het echt tof, man. Hola? Ja, man. Ik ook, gaan man. We nog een keer doen. Ja, hola. Ik, gewoon die oprechtheid, relaxed. Wij zijn echte mannenhaal. Wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit, broer. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet hem niet te volgen. Love. En love naar jullie. Arrivederci. Sheesh. Wai wai, alleen maar liefde, wai wai. Yo, het Ibrahim, wai wai. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, wai wai. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, wai wai. Yo, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brian.